Ja, natuurlijk. Vissie hier weer. En vandaag, jawel, vandaag ben ik jarig. Yay! 35, oh my god. Ik word echt een oude lul, hè. Ik ga gewoon, ik moet gewoon vanaf vandaag moet ik gewoon kijken naar de 40 jaar. Oké, dan moet ik niet te veel vertellen. Vaak over hebben, want anders word ik helemaal gek natuurlijk. Ja, je ziet het, ik heb een petje op. Call of Duty, petje. Ik vind het wel een vet petje trouwens dit, hè. Alle elite, hè? Dat is, eigenlijk is het dat niet meer, hè. Call of Duty elite, hè. Dat was ten tijde van MW3. Had je dat, Call of Duty Elite. Maar wel vet petje, want ja, ik ben natuurlijk, holy shit, zo kaal als Michael van fucking Gerben natuurlijk. En ja, voor ons, die wij kennen, Willempie Pronk, dat is waar ik vroeger was tegen darten. Die is ook zo kaal en zo. En weet niet, het staat op zich wel, hè. Maar ja, ik laat wel groeien hoor, voorlopig even natuurlijk, want moeten we kijken. Maar super vet natuurlijk, gisteren op mijn kanaal gekomen. Vette video, Paul gemaakt, helemaal voor mij. Dat wil ik echt super bedanken natuurlijk. En ik wil jullie natuurlijk ook allemaal bedanken. Want ik heb zoveel reacties gehad via Twitter, via Facebook. En natuurlijk ook op mijn kanaal hebben ook mensen onder de vorige video, hè, de DLC video. Hebben ook mensen heel veel hebben een paar mensen reactie achtergelaten. Ik overdrijf natuurlijk. Maar ik wil wel echt iedereen voor bedanken natuurlijk. Want dat is geweldig natuurlijk. Hè. Vanaf 12 uur vannacht al meteen up, allemaal berichtjes binnen. Dus ik vind het super cool, super gaaf, super tof. En dat heb ik echt, ja, nogmaals, ik kan niet vaak genoeg zeggen natuurlijk, dat ik jullie daarvoor wil bedanken natuurlijk. En ook van Dievenmove reacties gekregen over bedankje en zo en dat soort dingen. En gewoon allemaal mensen die ik ook vaak spreek. Dus echt super tof om te zien natuurlijk. In deze video ga ik het hebben over een paar dingetjes en zo. Wat misschien wel belangrijk is. Misschien dat het juist op zo'n dag als dit en natuurlijk 7 augustus lekker is om te gaan vertellen. Ik doe het ook niet met gameplay, want dat is gewoon lekker makkelijk. Gewoon, want dan op de achtergrond zie je gameplay van dit en dat. En ik vind het gewoon misschien wel een beetje te belangrijk eigenlijk. Gewoon om gewoon met jullie zo erover te hebben. Want wat ik wil gaan zeggen is natuurlijk, ik heb even een lijstje gemaakt anders, want het is wel belangrijk dat ik niet dingen vergeet. Over de video's op mijn kanaal en zo. Ik, zoals de meeste mensen zien natuurlijk, is mijn kanaal langzamerhand wat aan het veranderen. Ik maak bijvoorbeeld mijn eigen thumbnails. En Paul vindt dat eindelijk weer tijd dat ik mijn eigen thumbnails ging maken, zou ik het zo zeggen. Mijn eigen stijl erin ging doen. Ik ben nog niet super pro, maar langzamerhand begint dat toch wel een beetje fatsoenlijker uit te zien. Bepaalde series hou ik zeg maar de oude stijl thumbnail, want dan maak ik gewoon de serie af, snap je? En dan vind ik dat die hele serie heeft dan dezelfde thumbnail. Dat vind ik dan mooier staan. Dus vandaar dat sommige thumbnails wel wat ouder zijn. Want ik zit ook nog met het volgende natuurlijk, want ik ben ja, ook dingen anders aan het uploaden. Ik ben andere dingen aan het uploaden. Natuurlijk upload ik FIFA en zo, maar je hebt het al gezien. Ik heb bijvoorbeeld Cat Mario geüpload. Ik heb Agario geüpload. En wat heb ik nog meer? Ja, ik ga nog meer andere video's uploaden. En bijvoorbeeld Destiny upload ik ook op mijn kanaal. Er wordt wel eetserig bekeken. Jullie moeten godverdomme allemaal Destiny gaan kijken. Destiny is een super vette game. What the fuck? Waarom kijken jullie het niet? Maar in ieder geval, jullie moeten gaan kijken. Maar heel langzaam, ja, dingetjes aan het veranderen op mijn kanaal. En ja, ik zit toch wel met het feit dat ik gewoon wil laten zien dat ik vis ben, zeg maar. Gewoon en niet, alleen dat je weet van, ja, upload MW3 en Black Ops 2 en dat soort dingen. Dus ik wil gewoon laten zien wie ik ook ben, zeg maar. Hè? Een beetje proberen vloggen als het echt goed uitkomt. Hè? Ik heb bijvoorbeeld gisteren natuurlijk, eergisteren ben ik naar Gamescom geweest. En met Activision en met Paul en met Jan en Jordi, die was erbij. Iedereen was erbij, al een hele korte groep. Daar heb ik nog een vlog van staan. Ga ik ook editen en renderen en zo. En dat is best wel veel werk en zo. En ik wil gewoon wat meer variatie uploaden, zeg maar, op mijn kanaal. Dat denk ik wel gezellig is. Om naar te kijken, zeg maar. Heel leuker, of variatie, afwisseling, et cetera, et cetera, et cetera. Maar ik zit nog met het tweede kanaal. Want zoals jullie weten, en als mensen het niet weten, dan ga ik hierbij dus eventjes zeggen. Paul heeft een commentaar geüpload. Waarbij hij heeft gezegd dat zijn tweede kanaal, zijn Engelse kanaal, gaat een kotkanaal worden. Een volledig kotkanaal worden. Dus ik wil hem hierbij eventjes, in ieder geval alvast, in ieder geval natuurlijk eventjes een shout-out geven. Dus in ieder geval, ja, jullie kijkers natuurlijk, dat jullie even naar zijn tweede kanaal gaan. Daar even natuurlijk abonneren op. Want zijn eerste kanaal wordt een beetje fun kanaal, zou ik zo zeggen. Een beetje met zijn kinderen natuurlijk. Vlogs komen op zijn kanaal. Bijvoorbeeld Fuck It List met mij, die gaat op zijn kanaal komen. En op zijn tweede kanaal, dus volledig kot. Dus ja,
Hierbij in ieder geval eventjes natuurlijk de melding van... Hey jongens, ga daar even naartoe en abonneer daar natuurlijk op als je dat nog niet gedaan hebt. Ja, dat betekent wel dat zijn Engels kanaal dus weg is. En dat is voor mij dus ook wel weer een probleempje. Want ik had een tweede kanaal aangemaakt. Die had ik al ervoor. Het was eerst een lesbekanaal. Dat was mee gestopt. Toen was de kanaal nog apart. Paul zegt Engels doen. Nou, dan doe jij ook gewoon mee. Heeft hij helemaal gezegd. Want ja, het is gewoon leuk als we samen dingen gaan opnemen. Maar ja, dat samen opnemen. Dat gaat er nu natuurlijk helaas niet meer van komen. En ja, dat betekent dus dat ik een tweede loos kanaal heb. En ja, ik ga er nog even over nadenken. Wat ik daar precies mee wil gaan doen. Want ja. Het is wel zonde om dat kanaal zeg maar weg te doen. Hè? Dus... ik ga nog even over nadenken. Daar kom ik dus in ieder geval nog eventjes op terug, zou ik het zo zeggen. Wat heb ik nog meer? Ja, ik, voor de mensen die het niet weten, ik ga hopelijk aanstaande zondag voor het eerst uploaden op Game Barricade. Dat is een community kanaal van onder andere Bauke de Wolf van Dutch Legend 777. Wie nog meer? Tank Beast zit erbij. En nog één. Nog geen. In ieder geval, link staat in de beschrijving. Ik ga ze wat helpen, zou ik zo zeggen. Want ja, één keer per week een video te uploaden. Misschien mogen ze wat bij mij wel een keertje wat uploaden, weet ik veel. Ik ga ze in ieder geval daarmee helpen. Dat was al van plan. Ik zou eigenlijk al 2 weken geleden zou ik al uploaden. Maar helemaal niet van gekomen. Gewoon veel te druk en zo. En ik doe mijn best voor zondag, maar ik kan het niet helemaal 100% garanderen. Sorry jongens, als jullie kijken. Daarnaast... Minecraft heb ik hier staan. Denk jullie van... Nee, ik ga geen Minecraft uploaden. De Skyward Hekje 89 gaat hier zeker weten niet komen. Gelukkig maar. Maar waar ik wel mee doe en dat ik toch doorgeef is bij Samal. Misschien kennen mensen Super Samal. Die kennen de meeste mensen wel van NLG Minecraft. Natuurlijk, nou, daar werk ik al een tijdje mee samen. Of tenminste, zou ik zo zeggen. Mensen zijn groter dan mij, dus ik werk... Tenminste, ik... upload bij hun. Nou, dat is ook niet waar. Dat deed ik wel, maar ik doe dat niet meer. Want Samal is eigenlijk een beetje overgegaan naar allemaal roleplaying series. En daar doe ik het mee. En dat vind ik wel leuk namelijk om te doen. Want in Minecraft kun je wel natuurlijk heel veel, hoe moet ik het zeggen, heel veel creativiteit in kwijt. Ja toch? En niet survival hekje 569 of zo. Maar ja, je kan wel gewoon allerlei dingen bouwen en dan gewoon echt een serie. Goed bij vechttijden ommaken, ja toch? Dus dat doe ik mee in ieder geval in Invasion. Echt een super toffe serie. Moet je echt kijken. Ik zal de link even naar hun kanaal, trouwens naar enige Minecraft, ook in de beschrijving zetten. Daar moet je echt even naar kijken. Want ja, dat is echt super vet. En kijk dan wel vanaf aflevering 1 natuurlijk. Hè? In ieder geval Invasion. Ik ga door mee, dat staat er niet online, in een Dr. Small aflevering. Is ook een serie gebaseerd op Dr. Who. Ja, natuurlijk ga ik ook meedoen in Kingdom. En hartstikke leuk. Dus ik zit ook nog in Kingdom Hinava. En ga ik iemand spelen die ik wel leuk vind om te spelen eigenlijk. Dat is wel een beetje naar mijn... Hoe moet je dat zeggen? Nou, in ieder geval, ik vind het leuk om zo'n kaart te spelen. Ik ga het niet aan me verraden natuurlijk. Dan moet je gewoon lekker kijken. Kingdom zal ook elk moment in ieder geval op NLG komen. Wat nog meer? Streamen. Wordt er nog gezegd, Chris, ga streamen. Ik wil gaan streamen. Want streamen is best wel een best wel in eigenlijk tegenwoordig. Hè. Ik heb natuurlijk veel gestreamd, maar toen was ik ineens mijn internet weg. Voor de mensen die weten wat dat is. Ja toch? Dus streamen is gewoon heel erg lastig op YouTube en op Twitch. Omdat gewoon een stelletje tering mogen zijn. En vooral met de vakantie natuurlijk. En daar heb ik niet alleen last van, maar er zijn... tientallen YouTubers eigenlijk in Nederland of streamers in Nederland die hebben daar last van en dat is best wel ezerig. Dus ik ga er alles aan doen om proberen dat beter te maken. En dan kan ik hier wel streamen, want ja, ik heb 20.000 abonnees. Ik kan zeggen, nou, dan ga ik 24 uur stream doen, maar dat gaat voorlopig nog even niet door. Net zoals natuurlijk het Black Ops 2 toernooi waar ik toen de tijd had. Ja, dat is gewoon, het is gewoon niet te doen gewoon in Nederland helaas. En dat vind ik best wel jammer, want ik vind het, hè, als YouTuber zijn kon ik wel unieke dingen daarmee doen. Zeg maar, hè, een beetje mijn eigen dingen daarin doen. Maar helaas zijn sommige gasten zo vertiefd dat ze dat daar gewoon als een mogol gedragen, zou ik zo zeggen. Dus ja, dat soort dingetjes heb ik eigenlijk. Hè. Dus het gaat wel lekker door. Hè. Ik heb veel series lopen. Daar ga ik helemaal mee verder natuurlijk. En ik hoop natuurlijk dat jullie nog even meer gaan kijken natuurlijk. Hè. Dat mensen nog meer gaan kijken. Dat zou ik heel erg...
tof vinden natuurlijk. En natuurlijk, langzamerhand begint ook de vakantie aan het einde te komen. Dus dat scheelt natuurlijk ook veel kijkers. En wat heb ik nog meer? Weet dat ik niet vergeet. Dat vind ik heel irritant. Ja, vanmiddag nog een Black Ops 3 commentary. Die moet ik nog wel inspreken. Maar Black Ops 3 commentary met gameplay. Paul heb gameplay kunnen capturen. Ik mag gewoon ook uploaden. Van Activision, dus dat is super tof, super gaaf. En was het me dan, hè? Ik denk het wel. Ik denk dat het hem was. Oh nee! Nou weet ik het nog. Ik heb nog een giveaway staan. En die loopt tot 5 uur vandaag. Vandaag 5 uur, jongens. Het enige wat jullie voor moeten doen is gewoon even die DLC-mappen liken. Ja, dat lijkt me minimaal. Hè? Like geven. Kijk, liken. En wat jullie nog meer moeten doen is een comment plaatsen van waarom je hem moet hebben. En vergeet niet even trouwens één ding. Het is natuurlijk voor de Xbox One, Xbox 360, PlayStation komt nog later uit. En dan volgend jaar is het andersom, hè? Want dan komt PlayStation komt eerder de map packs uit. Dus ja, dat was het wel zo'n beetje. Ja, wow, die shit, 10 minuten ingesproken. Nou, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jongens, dankjewel voor het kijken. Vergeet niet een reactie achterlaten. Thanks to you all. You're my friends. And I love you all. Bye bye.